richting Arnhem reed. En die moest remmen voor wat overstekende ene waarvan hij dacht. Dat kan, want er is geen verkeer achter me. Echter, dat was iets verkeerd ingeschat en er klapte een voertuig achter het voertuig, op het eerste voertuig. En door deze aanrijding is het eerste voertuig in de brand gevlogen. Zijn hier nog bij gewonden gevallen? Het oudere echtpaar van het tweede voertuig wat achterop is gereden, die zijn ter dolle naar het ziekenhuis gebracht, last van.